Ik ga met jullie delen wat ik vooral heel veel, wat mijn collega's ook vooral heel veel zien, als ze bezig zijn met Azure AD Connect. Als ze aan de ene kant Active Directory en aan de andere kant Azure AD koppelen met behulp van die gratis tool. En ik heb daarvoor uit mijn hoofd 6, maar als je het me zou vragen, zou ik er ook 17 slides over kunnen maken. Met zo'n beetje one-liners waarvan ik hoop dat jullie ze daardoor kunnen onthouden. Dat zou wel mooi zijn. Nou, wie ben ik dan zelf en waarom is vandaag voor mij best wel interessant? Nou, ik noem mijzelf ook wel de originele Jos Haarbos. En dat is namelijk omdat ik hem zelf heb bedacht en omdat ik zelf, toen ik zo rond 2000 bij OGD begon, dat ook als bijnaam had. Maar tegenwoordig heb ik een echte functie, namelijk CTO bij SCCT. We zijn een kleine dienstverlener, specifiek gericht op de Microsoft Cloud. En ik doe daar eigenlijk alles met identity. En ik stuur de consultants aan. Ik had laatst een telefoongesprek met een accountmanager van OGD. Die had zoiets van, hey, kunnen we je inhuren? Tuurlijk. En die zei dan op een gegeven moment van, ja, want jij bent eigenlijk al sinds 2000 en nog steeds een OGD'er in hart en nieren. Het is een beetje van, ja, weet je, je kan de straat of de jongen wel van de straat halen, maar de straat niet uit de jongen. Iets met Microsoft MVP, iets met Veeam, iets met VMware, doe ik ook allemaal. Hartstikke leuk, maar daarvoor zijn we hier helemaal niet. Want waar ik het over wil hebben is Azure AD Connect. En een van mijn leuke, tenminste een van mijn favoriete films misschien wel, uit 1986, Highlander. Goede soundtrack ook. En er zit een vrij centrale zin in, namelijk There Can Be Only One. En laat ik precies nou eens laten zien wat ik doe. Laat ik een echte demo doen. Dus wat ik ga doen is, ik ga Internet Explorer opstarten. Maar ik dacht, als ik dit nou ga bingen, dan kunnen jullie het zeker vinden. Azure AD Connect version release history. Daar zoek ik op. Wauw, er zijn zelfs partners die daar al op targeten. Heel goed. En als ik daarop klik, dan zie je hier een pagina van Microsoft met allemaal versies van Azure AD Connect. Hier aan de rechterkant zie je dan allemaal versies. En dat gaat wel eens mis. Dat is recent nog misgegaan. Hartstikke fijn. Want wat er dan namelijk gebeurt, is dan heb je dus een versie die je niet wil. Versie 1.4.18.0. Bijvoorbeeld, en als je dan gaat kijken bij die download Azure AD Connect, mijn touchscreen doet het ook, heel goed, dan heb ik hier download, en als ik dan kijk bij de details, dan staat daar precies één versie. Ik kan geen oude versies downloaden. Als ik zoiets had van, nou, ik vind versie 1.4.18.0, vind ik eigenlijk wel een hele enorme rukversie, en het liefst zou ik dan dus 1.3.21.0 doen, de versie die daarvoor zit. Ja, pech voor de kabouters, die is er niet. Heb ik na zitten denken van, zouden we elkaar zelf een repository voor willen opzetten? Ja, dan denk ik van, ja, weet je wel, mensen gaan naar Microsoft toe, omdat ze dan weten dat ze van die rommel downloaden zonder virussen. Wel met bugs, maar niet zonder virussen. Toen dacht ik, nou, kan ik misschien wel zelf ook gaan aanbieden? Dan kan ik in ieder geval garanderen dat er bugs in zitten. Maar ja, hoe kan ik dan garanderen dat er geen virussen in zitten? Dus ik heb zoiets van, nou, ik doe het maar niet. Ik hou zelf wel een kleine verzameling bij. Vooral versie 1.1.105.0 is heel erg leuk. Dat is namelijk de enige versie met user writeback erin. Ja, die feature heeft Microsoft al heel erg lang geleden afgeschoten. Dus daar ben ik toch wel eens wel heel erg verbaasd over. Weet je wel? Dus als je het gaat hebben over de latest en greatest bij Microsoft. Nou, vooral alleen de latest en greatest. Dus dat is wel een beetje wat wij zien. Weet je wel? We zien dat organisaties heel graag iets doen met Azure AD Connect. We zien dat ze heel erg graag iets doen met gratis software. Want nou ja, we zijn nou eenmaal Nederlanders. Maar wat we ook zien is dat bijvoorbeeld een oplossing zoals FIM, Forefront Identity Manager van Microsoft, wat ook heel veel organisaties hebben gebruikt, toen ze nog niet van Ivanti hoorden, blijkbaar, dat ze dat gebruiken. En daar is een connector voor. Er is een, en zo heet die ook letterlijk, Windows Azure Active Directory Connector voor FIM. De reden dat dat ding niet 3 jaar geleden is hernoemd naar Azure, toen Windows Azure naar Azure werd hernoemd, is omdat, nou, het gerucht gaat, ik heb niemand bereid gevonden om dat uiteraard te bevestigen, on the record, is dat ze de source code gewoon kwijt zijn van die connector. Dus mocht je iets willen doen met Azure Active Directory en je Active Directory, doe dat dan vooral met Azure AD Connect, want anders sta je dus gewoon 3 jaar geleden stil in de tijd met MIM en FIM. Is dat heel erg ruk? Nou ja, weet je, als je iets wil met self-service password reset, moet je toch wel Azure AD Connect hebben. Als je nou iets wil doen met Group Writeback, of eigenlijk al die Writeback, of eigenlijk al die premium features. Let op, dat is dus ook 3 jaar geleden pas gekomen, al die premium features. Al die premium features van premium, dat noemen ze dan P1.
En premium, dat vinden ze dan bij Microsoft te lang. Dat noemen ze dan premium P2 blijkbaar. Al dat soort dingen is ook pas 3 jaar oud. Dus je hebt gewoon met die connector voor Vim en Mim, daar heb je gewoon niks meer aan. Is wel, en dat is vanuit architectuur een beetje, af en toe wel ruk als je het daarover hebben. Betekent dus dat je een identity ketentje krijgt. Je krijgt eerst een identity oplossing, zoals Ivanti Identity Director. Die gaat van een identity naar een account. En vervolgens heb ik daar geen controle meer over vanuit mijn identity director, want dan neemt Azure die connected ineens over. Ja, dan moet hij het wel dus goed doen. Nou, doe dat dan met de latest en greatest. Of als je zoiets hebt van, nou weet je, ik ga binnenkort Azure Active Directory implementeren. Of misschien wel naar aanleiding van deze sessie herimplementeren. Begin nu alvast met versies te downloaden. Komen zo elke 3 maanden komt er een nieuwe grote versie uit. Die heeft dan best wel wat bugs. Dat zie je dan ook als je terugschakelt hier zo heen. Dan zie je hier die 1.4. Nou, 18.0 is dus, 3 weken oud. En er zijn dus al 2 bugfixes overheen gekomen. 1.3.20 was best wel een stabiele release. 1.2.6.6.5.0, dit was de major. Ja, daar zie je toch ook wel een aantal dingen die misgingen. En ja, hiervoor hadden ze nog het oude model. Dat was sowieso hit en miss. Ja, we hebben een vraag. Moet ik dan? Oh ja. En nu begrijp ik dat die Azure AD Connect zichzelf kan auto-updaten. Ja, mooi. Daar kwam ik precies op. Ja. Dus Azure AD Connect kan zich automatisch upgraden, noemen ze het zelfs. Ja, ik vind het eigenlijk ook meer updates, maar hij kan dus. Hij heeft een automatic upgrade feature. En dat is wel heel erg grappig, want laat ik maar gewoon gelijk eens eventjes. Want dit is serieus, hè? Dus dan ga ik hier eventjes in mijn demo-omgeving. Ik heb tijd voor een vraag hoor, ja. Dat is toch alleen als je next doet. Als je de zo gauw je gaat aanpassen, dan doet hij die auto-upgrade er niet meer. Dat is een hele interessante. Als je next doet. Ik ken geen andere manier om de Azure AD Connect Wizard te doorlopen door op next te drukken. Ja, maar je kan daar tussendoor kan je inderdaad dingen wijzigen. Er is op dit moment nog maar 1 scenario waarbij auto-upgrades, dus per versie 1.4 is dat trouwens, nog maar 1 versie of 1 implementatiemethode voor Azure AD Connect die niet automatisch upgrade. En dat is namelijk als je een SQL server gebruikt, als achterliggende dingen. Nou, gelukkig heeft Microsoft dat nergens gedocumenteerd. Dus ja, je kan er zo'n beetje wel vanuit gaan dat elke Azure AD Connect automatisch upgrade. Even kijken, dit is een domain controller. Daar heb ik daar vast nog wel iets anders nog in. Het is weer super. Is grappig, hè? Dan heb je €1000 aan Azure tegoed en dan moet je alsnog moet je beeld gaan openkrassen. Dit is daar. Wacht eens even, op welke server zit ik nou? Ah, dit is gewoon een Azure AD Connect server. Mooi. Cool, dan kan ik daarop dit doen met dat. Dat werkt altijd wel. Want wat je namelijk kunt doen, is je kunt namelijk gewoon in PowerShell. En deze machines hebben al zoveel lekker RAM, dus laat ik vooral IE opstarten. Je kunt als je de AD Sync module importeert. Laat ik dat dan eerst even doen. Dan heb je een commandootje dat heet get AD Sync Auto Upgrade. Dus dit commandootje dat laat je zien of je automatic upgrades hebt. Dit is enabled. Laat ik je iets anders leuks laten zien. Want dit is namelijk nieuw in de laatste versies van Azure AD Connect. En laat ik dan heel simpel beginnen met iets waarvoor ik niet hoef aan te melden. Dat is namelijk de View Current Configuration. Next. En hier zie je dat mijn aanmeldmethode. Stukje naar beneden. Dat laat je toch nog steeds wel zien. Mijn aanmeldmethode is ADFS. Nee hoor, laat het niet zien. Zulke goede tools jongens dit. Echt fantastisch. Change user sign in. Dan ga je nog een ander heel fijn stukje van Azure AD Connect zien. Want ja, ik log hier toch in. Ja, ik log hier in. Maar dat is moderne authenticatie. Dus ik mag het vooral nog een keer doen.
Want stel je voor dat ik niet aan mezelf zou twijfelen. En dan moet ik nog iets met MFA doen. Die heb ik hier als die een beetje opschiet. Vandaag ook niet. Nou, toch wel. Zo. Dat is ook iets wat we merken. Weet je wel, als we bezig zijn met klanten met Azure AD Connect. En we werken dan samen met zo'n beheerder. Dan gaat zo'n beheerder ineens 20 keer per dag MFA moeten doen. Vinden ze meestal vervelend. Is wel leuk. Even kijken. Hier zie je het al. Mijn user sign-in is federatie met ARFS. Dit is het laatste scenario wat ze hebben toegevoegd. En ik weet dat ook met een achterliggende SQL server. Dat het iets is wat op de roadmap staat om toe te voegen. Ze hebben alleen nog wel wat grotere dingen om aan te pakken in Azure AD Connect dan dat. Trust me. Dus dat is dat. Cool, zijn we weer terug bij het slide deck. Dit is een van mijn favoriete dingen. Express setting, Schmexpress settings. En eigenlijk zei je het zelf ook al. Van ja, je kan inderdaad door 4 keer op next te drukken. Is niet meer waar. Er zit nu een privacy stukje tussen. Het zijn er nu 5 keer next drukken. Je kan door 5 keer op next te drukken, kan je Azure AD Connect kan je implementeren. Maar, dan ben je wel heel snel. Weet je, Okta heeft dat ook als unique selling point. Ja, bij ons kan je heel snel tot 5000 apps onboarden. Ik raad het geen enkele organisatie aan om ook daadwerkelijk alle 5000 apps te gaan onboarden. Maar het kan heel snel gaan. Oké. Met Express Settings kan het ook heel snel gaan. En we hebben een hele hoop klanten in de Rijksoverheid, onder de Rijksoverheidsparaplu, onder het ministerie van Justitie, met Fred Gabberhaus. En wat je ziet is dat daar een aantal toko's al 2 jaar geleden naar de cloud zijn gegaan. Een aantal kleinere toko's gelukkig. En die hebben allemaal Schmexpress settings gebruikt. En wat krijg je dan? Dan krijg je password hash sync als standaard authenticatiemethode in plaats van al die nieuwe hippe methodes die je eigenlijk wilt hebben. Je krijgt dat je hele Active Directory, je hele hebben en houden, dus ook je kubectl account, tadaa, wordt gesynchroniseerd naar Azure Active Directory. Als je het hebt over zeg maar de sleutels tot het kasteel, dat is het wel zo'n beetje. En wat je ziet is dat er nul filtering wordt toegepast. Dus aan de ene kant heel goed, aan de andere kant, ja, ik weet eigenlijk niet zo of ik dat wel zo zou willen of niet. Weet je, er zitten een hoop dingen aan waarvan ik zeg van ja, weet je, standaard installeren op de C-schijf. Standaard een SQL database op de C-schijf. Ja, ik zie het liever niet op mijn servers. Standaard service accounts die, en daar kom ik dadelijk op, veel te veel rechten hebben. Ja, ik zie het liever niet in mijn Active Directory. Maar het kan wel heel snel met Express settings. En het grappige is, je kunt een hele hoop dingen die je met Express settings heel snel hebt gedaan, ook weer omkatten, weer terugkatten. Alleen een aantal dingen kun je niet doen. Is dat dan erg? Nee hoor, als je een Azure AD Connect installatie hebt met Express settings, kun je er gewoon een tweede Azure AD Connect naast zetten. Die zet je dan in staging mode. Heb je dat eens gehoord van staging mode? Microsoft noemt dat, en ik vind het de meest briljante bullshit term die ze ooit hebben bedacht voor hoge beschikbaarheid, een warme standby. Ja, net zoals een broodje poep ook warm is. Het slaat echt helemaal nergens op. Je moet eerst zelf detecteren dat dat ding stuk is. En dan moet je dus je staging mode moet je gaan omzetten naar de actief synchroniserende Azure AD Connect installatie. Nou, vervolgens ben je in de meeste organisaties 6 dagen verder. Terwijl wel allerlei processen, zoals het proces van Björn, van de Born, erop rust. Van ja, wij gaan er eigenlijk vanuit dat Azure Active Directory Connect elke 30 minuten loopt. Ja, niet dus meer. Nee. Monitoring, ja, niet dus, hè. En ja, dat is precies datgene wat wij zien. Backups van SQL Server, ook altijd grote lol. Dus, ja. Maar wat je dan dus doet, is je zet er een staging mode server naast. En die staging mode server, die moet je, nou zo'n beetje voor 80% van alle instellingen die je doet in Azure AD Connect, moet je die weer handmatig nog een keer doen. Dat is waarom wij eigenlijk altijd wel PSR gebruiken, de Problem Steps Recorder. Want dan kun je het ook echt elke maloot uitleggen. Zo moet je dat ding configureren. En vervolgens gebruiken we daar een toeltje van GitHub, de Azure AD Connect Configuration Documenter, om hem daadwerkelijk ook te vergelijken, is die ook echt goed. Want ja, het blijven maloten. En die staging mode server, als je dan dus op je actief synchroniserende Azure AD Connect installatie een wijziging maakt, ja, dan moet je die ook handmatig weer op je staging mode server gaan doen. Dus in hoeveel gevallen gaat dat fout? Bijna alle.
Dus op een gegeven moment heb je een probleem met je actief synchroniserende Azure AD Connect installatie. Dan schakel je over op die andere. En is het, hey, dat is grappig. Dat is ineens allemaal een stuk. Dat zien we heel veel. Dus die express settings, je kunt er heel veel nog mee wijzigen. Maar helaas niet alles. Het afvoerputje van Azure AD Connect. Domain OU en Azure AD App filtering. Ik kan, ook achteraf, maar het is niet het meest briljante idee, kan ik mijn scope van Azure AD Connect kan ik aanpassen. Ik kan zeggen van ja, weet je, ik heb dat met SmackExpress settings heb ik dat gedaan, maar ik wil eigenlijk niet mijn hele Active Directory gaan synchroniseren. Ik wil eigenlijk alleen maar deze OU's. Deze organization units. Of ik wil eigenlijk niet meer allemaal attributen synchroniseren. Maar ja, ik ga eigenlijk alleen maar Office Professional Plus uitrollen. En dat wil ik dan met cloud activatie gaan doen. Dus ik weet dat ik dan maar 21 attributen nodig heb in plaats van alle 153. En dan gaat mijn CISO beter kunnen slapen. Dus laat ik dat maar doen. Ja. Ja, waar je dan tegenaan gaat lopen. En dat is wel heel erg grappig. Azure AD Connect heeft een export deletion threshold. Dus je hebt imports, dat komt vanuit Active Directory. Je hebt exports, dat gaat naar Azure Active Directory. En daartussenin doet hij als magie met allemaal regeltjes. En als jij op een gegeven moment zegt van nou, ik wil dit in de basis niet meer hebben. Dan betekent dat dus dat hij aan de buitenkant richting Azure Active Directory die export doet. En dat hij dan zegt van oh nou, we gaan nu ineens 1000 objecten minder synchroniseren. Prima, weet je wel. Ook software is net als een ambtenaar, als het minder hoeft te doen, wordt het steeds blijer. Dus wat we zien is dat Azure AD Connect dat gewoon vrolijk doorgaat. Ja, behalve als je boven die grens komt van 500 objecten die je probeert te deleten in zo'n export methode. Want dan zegt Azure AD Connect, ho stop, ik ben stuk. En blijft ook stuk totdat je het fixt. 500 objecten. Nou ben ik best wel lang in dienst geweest bij OGD. En ik weet dat ze niet bijzonder veel klanten hebben met meer dan 500 mensen in dienst. Dus die export deletion threshold, daar heb je dan dus gewoon helemaal niks aan. Dus zorg er nou voor dat je die zo'n beetje zet op 10% van je objecten. Zodat als je eens een keer een beheerder hebt met dikke vingers, dat het niet uitmaakt dat hij een paar OU's te veel of te weinig heeft aangevinkt. Maar dat zijn objecten. Weet je, en objecten kan ik, als ik door die deletion threshold ben in ieder geval, die kan ik ook daadwerkelijk afvoeren. Ze komen dan eerst 30 dagen in zo'n Azure Active Directory Recycle bin. Dat is dan een hippe term voor een beetje een staging area. En daarna heb je dan nog 14 dagen een soort purge area. Daar zou je hem ook nog terug kunnen krijgen. Maar na die 44 dagen is het wel echt weg. Maar wat nou attributen? Als ik nou zeg van nou, ik wil niet die 153, maar nog maar die 21. Dan heb ik dus, jeetje moet ik nog gaan hoofdrekenen ook, 132 geloof ik op de attributen over. Waar ik dus niks meer mee doe. Weet je wat er met die attributen gebeurt? Helemaal niks. Weet je wat het grappige is van al die attributen? Daar mag ik als beheerder voor gesynchroniseerde objecten niet naar schrijven. Zelfs niet met PowerShell. Zelfs niet met een elevated PowerShell. Kan ik gewoon vergeten. Er zijn 132 objecten waar ik dus geen ruk meer mee kan. Dat betekent als ik ze niet meer synchroniseer, dat ze op een gegeven moment zijn ze gewoon out of date. Dat is vet. Dus ik krijg dan op een gegeven moment krijg ik een situatie waarbij ik zoiets heb van ja, ik weet wel dat ik vroeger een keer dit attribuut synchroniseerde, maar nu niet meer. Maar ik kan hem dus ook niet gebruiken om, leuk hoor, role-based access control, maar in mijn attribute-based access control in Azure Active Directory, dus gewoon een groepje op basis van een attribuut, kan ik hem dus niet meer gebruiken. Is het niet meer integer genoeg om dat te doen? Ja, dus je kan eigenlijk niet terug. Dus die Azure AD App filtering, die moet je echt vanaf het begin doen. Nou, laat ik je even zien hoe dat eruit ziet. En dan gaan we ook weer naar een tweede stukje toe van Azure AD Connect, waar ik zo ontzettend blij van word. Dan gaan we de synchronisatieopties aanpassen. Next. Moet ik nou weer aanmelden? Ja, dan mag ik weer aanmelden. Is dit al modern authentication? Nee. Ik moet ook nog even modern authenticeren. De oplettende kijker heeft al gezien dat ik al 5 keer een wachtwoord heb ingetypt van 16 tekens. Gaat goed, jongens. Maar Microsoft wil echt passwordless. Prima. Zo. Nou, ik heb hier maar 1 forest. Dat is trouwens ook het hele forest wat ik gebruik als voorbeeld in mijn boek. Kom ik dadelijk nog eventjes op.
En wat ik heb gedaan is, ik heb hier, normaal staat hij op dit vinkje. En ik heb hem dus naar dit vinkje gezet. Dat bovenste vinkje is datgene wat je krijgt bij Smexpress settings. En wat ik heb gedaan is, ja, ik vind het allemaal grappig, maar ik wil alleen deze OU's doen. En dan dus ook deze objecten. En je ziet daar al de meest voorkomende servernaam wereldwijd ooit, namelijk DC1. Dus dit is wat ik wil synchroniseren. Dit is domain en OU filtering. Dus dit gaat allemaal prima werken. En vervolgens heb ik hier Azure AD App en Attribute Filtering. En als ik dat gebruik, dan zie ik hier een achttal scenario's. En het grappige is, Exchange Online en SharePoint Online zijn de enige twee die echt zeggen van, ik heb echt om al die 153 attributen nodig. Maar die andere, ja, dat zijn er veel minder. Weet je, als je gaat kijken naar Office 365 Pro Plus bijvoorbeeld. En laat ik dat eens doen. Zo, die. En dan doe ik alleen deze. Next. Wat ik dan zie is, en dan ga ik even hier kijken. Kijk, dit zijn dan die attributen die ik nodig heb. Ik zei 21, hè? Even kijken. Jeetje, uit mijn hoofd. 21. Zie je? Dus ik heb hier allerlei dingen. En ik kan zelfs, maar dan ga je wel echt in unsupported territory. Ik kan zelfs zeggen van, ja, weet je, ik vind alleen, ik wil alleen datgene wat ik echt moet synchroniseren. Wil ik synchroniseren. Ja, dat kan. En je kan hier ook nog andere dingen doen. Kijk, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar third party application. Dat is ook wel een interessante als je daar gaat kijken. Dit zijn er, dit zijn er wat meer dan dat ik de vorige keer zag. Dit zijn er 30. Dus je ziet daadwerkelijk dat je die lijst van 153, die kan je condenseren naar een Azure AD app experience. Dus grappig, wat we ook wel zien, en daar word ik altijd heel kriegelig van, is dat klanten dan niet dit vinkje aan hebben. Zo, next. Heel goed. Maar dan moet ik weer terug. Dit duurt altijd lang. Altijd fijn. Weet je wat, dan kom je dadelijk wel terug. Oh, hier is die al. Dat doe je altijd. Zo, next. En dat ze dan dus wel die Azure AD App filtering aanzetten, maar dan hier niks veranderen. Weet je, en als je dan met PowerShell gaat kijken, dan zegt hij, ja, ik heb Azure AD App filtering aanstaan. Dat we denken van, hoe, een klant die het snapt. En dan ga je vervolgens kijken, oh nee, toch niet. Altijd leuk. Altijd leuk. Dus een beetje het afvoerputje van Azure AD Connect. Nou, dan hebben we nog Active Directory Delegation. En laat ik je nou in mijn omgeving precies kunnen laten zien hoe dat werkt. Even kijken, even deze niet. Dan even mijn favoriete tool. En op Windows Server 2019 start die ook daadwerkelijk veel sneller dan op voorgaande versies van Windows Server. Alleen, ja, dit is niet een heel briljant snelle virtual machine. En als ik hier kijk, en ik ga dan eventjes naar het domein en ik kijk naar properties en ik kijk dan naar het tabblad security. En ik ga even kijken met advanced. Dan zie ik hier, en die hebben jullie vast ook al een keer gezien, zo'n account dat heet msol _. Ja, en dit zijn dan de eerste 12 bytes, zeg maar, van de UI, de GUID eigenlijk, de UID die die krijgt. Als Azure AD Connect installatie. En wat je ziet is dat dat account specifiek op de top van je Active Directory rechten krijgt. Als er één ding is wat ik heb geleerd als mouse-click support engineer, dan is het wel dat je dit soort shit altijd met groepen doet. Dus wat doet Microsoft zelf? Nou, laat ik me vooral niet houden aan mijn eigen recommended practices. Dus wat we meestal doen is dat we daar een paar groepen voor maken. Ja, is alleen nog niet zo heel erg makkelijk als het lijkt. Maar ja, je gaat dan dus, hier heb je reset password, hier zitten wat dingen in. Het grappige is dat een aantal van die, ik zal hem nog even wat groter maken, zo. Een aantal van die attributen waar je dan dus naar schrijft, die komen hier niet eens in voor. Weet je, dus je kan het niet eens zien op deze manier, moet je echt met DSACLS, moet je ernaar gaan kijken. Ik vind dit echt, ik heb hier de grootste lol mee. Dus, en ik hoop jullie ook. Maar Microsoft moet zich gewoon ook eigenlijk aan zijn eigen recommended practices houden. Stelletje honden. Goed, PTA agents. En dit is grappig, want ja, als je het hebt over de Rijksoverheid en het ministerie van Justitie, dan zie je ook dat Politie Nederland daaronder valt. En dan ga je politieagent een beetje wat meer up close tegenkomen. En dan denk je echt van, het is echt waar. Het is echt waar dat ze met z'n drieën in een auto stappen,
dat ze naar een donutwinkel stappen en dat als er iets gebeurt, dat ze dan erheen rijden, dat er twee man uitstappen en dat de derde blijft zitten. Pass-through authentication agent, idem dito. Exact hetzelfde. Dus wat Microsoft zegt met pass-through authentication is van ja, ga nou drie van die PTA-agents installeren. Nou, dus wat doen onze klanten? Dat ga ik gelijk doen. Dus die hebben één locatie, één datacenter. Wij zouden het een bezemkast noemen, maar goed, datacenter. En dan zetten ze dan drie van die PTA-agents neer, waarschijnlijk net als Erik, op basis van VMware. En wat je dan dus ziet, is dat die derde PTA-agent, want er zit er één standaard al op in Azure AD Connect ingebakken, die mag je overigens gewoon verwijderen hoor, dat is geen enkel probleem. Als je andere PTA-agent hebt, die tweede die doet ook nog wel wat, maar die derde niet. Die derde komt er eigenlijk nooit aan te pas. Je hebt hem eigenlijk gewoon voor spek en bonen. Ja, voor spek en bonen betekent in sommige organisaties die op een budget moeten letten, gewoon ruk. Weet je, dat is gewoon een virtual machine die gewoon daar draait, die gewoon niks doet. Weet je, haal hem dan gewoon weg. Maar wat Microsoft, niet eens in de kleine lettertjes, want ik weet niet wat ze hebben met hun documentatie vandaag de dag. Maar wat ze eigenlijk bedoelen is, ja, die derde zet je dan in je andere datacenter. In een andere bezemkast met een ander IP-adres waarin naar buiten gaat. Want wat Password Authentication namelijk doet, is het instrueert Azure Active Directory om allemaal van die authenticatiepakketjes op de Azure Service Bus neer te leggen. En dat is eigenlijk een soort roltrap. En Azure Active Directory die zet het erop aan de ene kant van de roltrap. En aan de andere kant van die roltrap staan allemaal van die PTA-agents. Die staan om. En al die authenticatiepakketjes zijn allemaal versleuteld met daadwerkelijk de unieke code van die PTA-agent die er werkt. Dus ook alleen die PTA-agent van jouw tenant kan op de Azure Service Bus van jouw tenant die authenticatieverzoekjes doen. Nou, dat gaat dan naar Active Directory. Dat doet allemaal Kerberos en allemaal andere moeilijke dingen waar we helemaal geen tijd voor hebben. We hebben nog maar 2 minuten. En wat je dan dus ziet is dat als dat dan oké is, dan zet hij het weer terug op die eigenlijk aan de onderkant van die roltrap. En dan komt het bij Azure Active Directory uit en zegt, oh, jij hebt gezegd dat het waar is en je hebt het correct versleuteld met jouw privé sleutel, ik heb de public sleutel. Oh ja, klopt inderdaad, je hebt het inderdaad gezegd. Dus dan ben je geauthenticeerd. Die derde PTA-agent op hetzelfde egress IP-address kan er gewoon niet bij. Er zijn namelijk al 2 andere PTA-agent die eigenlijk al zoveel sneller die authenticatiepakketjes van die roltrap af kunnen trekken en kunnen verwerken, dat die derde agent, ja, die zit nog te wachten op een pakket, maar het pakket terug is al gegaan. Dus ja, als je maar 1 locatie hebt, ja, weet je wel, goede aanbeveling van Microsoft, neem er 3, maar ja, misschien toch niet. En dan seamless single sign-on. Dat is wel grappig, hè? Want Microsoft zegt dat netjes, seamless single sign-on. Er is 1 heel klein zinnetje in de Microsoft-documentatie en die zegt, ook al zegt al het andere compleet iets anders, namelijk van, hey, we gebruiken TLS 1.2. Ja, seamless single sign-on, niet zo heel veel. En waar Microsoft zegt van, ja, we doen 1000 keer AES 256 als we password hashing doen en helemaal top, gebruikt seamless single sign-on gewoon HMAC MD5. RC4 MD5. Dus dat wil je niet. En toch krijg je dat en zegt Microsoft, Azure AD Connect is secure by design. Azure AD, secure by design. Nou, prima. Ik geloof er helemaal niks meer van. Goed, dan heb ik toch wel 25 minuutjes volgekletst. Grappig. Dus dan heb ik wat tips. En ik zie ook alweer iemand met vragen. Ik beantwoord vandaag geen VMware vragen, sorry Erik. En nou, gebruik niet de Azure AD Connect Express settings. Doe het gewoon niet. Weet je wel, dus andere mensen zullen zeggen, gebruik alleen Express settings als je weet wat je doet. Weet je toch niet. Ja. Elke 3 maanden komen er nieuwe versies uit. En er zit er weer een bug in. Dan komt er weer een fix en nog een tweede, een derde, vierde fix. Dus nee, gebruik hem gewoon niet. Besef wat de voor- en nadelen zijn van elke authenticatiemethode in Azure AD Connect. Pass-through authentication klinkt heel gaaf. Is het ook wel, want het is namelijk precies afgekeken van Okta. Nou, die zagen we al eerder bij Master Berendonk in zijn slides. Dat inderdaad helemaal daar rechtsboven zit. Dus nou, dat moet dan wel helemaal gaaf zijn. Niet dus. Kies de juiste instellingen voor bijvoorbeeld filtering van domains, OU's en attributen. En doe dat vooraf. En dit is echt een complete dooddoener. Maar begin gewoon met een ontwerpje schrijven. Je begin gewoon eens met je klant te praten. Van wat wil je nou eigenlijk?
In plaats van gelijk die techniek in, gelijk klik, 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 klik. Doe het gewoon niet. En configureer de deletion threshold op ongeveer 10% van het mediaan van je objecten. Dus als je 50 groepen hebt, 100 users hebt en 150 computers, ja, zet hem dan op 10% van 100, namelijk op 10. Want dan weet je, die users, dat gaat allemaal wel werken op een nieuwe manier. En volgens mij heb ik niet eens meer een slide. Nee, dus dat ga ik alleen nog maar zeggen, dank jullie wel en eet smakelijk.